Hey, ik heb een ei. Wat gaaf tijdens het Halloween-event. Gauw kijken wat eruit komt en wat ik ervoor krijg. Spannend, spannend, spannend. En. Charmander. Leuk. En candies. Even snel kijken. Yes! 16 candy in één keer. Oh, wat fijn. Kijk dan. 33 candy. Nou ja, ik, word, ik moet nog flink doorsparen. Ik heb er 125 nodig. Dus ik zit eraan te denken om morgen of overmorgen misschien... om met Charmander te gaan lopen in het Halloween event. En dan ga ik dus veel sneller de candies krijgen. En dan heb ik eindelijk straks mijn Charizard. Nou, wil je dat natuurlijk zien? Abonneer dan mijn kanaal en dan krijg je de melding... zodra ik dus mijn Charizard eindelijk heb. En dan ga ik dat dus aan jou laten zien. En dat niet alleen, ik leg natuurlijk heel duidelijk aan jou uit hoe ik aan mijn charmender kom, zodat jij dat ook heel snel zou kunnen doen. Oké, okay, gisteren had ik je dus al uitgelegd waar dit Halloween-event over gaat en uh, ja, welke handige dingen er zijn. Dus ik ga nu gewoon met jou hier door mijn wijk uh, rondlopen en dan kan je gewoon zien wat er zoal te vallen valt. Je ziet wat ik kan vangen in de, in de wijk. Maar het geeft jou misschien ook ideetjes wat jij zou kunnen vangen als jij bij jou in de wijk of bij iemand anders in de wijk op zoek gaat. Dus uh, kijk maar met me mee. Op het moment zijn er heel veel cubones te vangen in mijn wijk. Dus hartstikke gaaf. Maar ja, ze zijn ook heel erg moeilijk om te vangen, vind ik. En ze vluchten ook heel vaak weg, en dat is jammer. Ontzettend veel drowsies lopen er op het moment rond. Het lijkt eigenlijk wel een beetje Blijdorp. Toen ik er was, waren er ook hartstikke veel drowsies. Op een gegeven moment zag ik er 6 of 7 in mijn scherm bij Blijdorp. Maar ook nu veel drowsies. En als je met me meekijkt, dan zie je dat ik al aardig wat drowsies heb gevangen. En al aardig wat drowsy candy. Zie 256. Nou, genoeg dus om te vangen uh, vandaag, deze week eigenlijk. En weer een Cubone. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee, want eerder kwam ik ze gewoon niet zo vaak tegen, waren ze enorm schaars. Dus iedere Cubone die ik nu tegenkom, die vang ik. Hup, lekker in mijn bal, candy sparen en dan heb ik straks een hele goede Marowak. Ik heb de hele ochtend rondgelopen met mijn Kadabra, dus zoals je ziet, ik heb meer dan genoeg Kadabra candy... Het wordt tijd om weer een uh, nieuwe buddy te kiezen. En ja, je krijgt nu gewoon hartstikke veel uh, candies tijdens het lopen met de Halloween evenement. Je krijgt vier candy waar je normaal eentje kreeg. Dus mijn cadabra uh, die moest 750 meter iedere keer verdienen. Nou, even kijken hoe dat zit met mijn do-duo. Ja, ook 750 meter. En dan krijg ik ook weer één candy. Ik heb maar drie candies nodig. Dus uh, dit gaat zo meteen heel snel. En dan kan ik straks weer door naar de volgende buddy. Ik heb me voorgenomen om tijdens dit evenement heel veel te gaan lopen. Gewoon echt alle ja, griezelige Pokémon te vangen. Maar ook om alle buddies uit te lopen waar ik dus nog de evolves van nodig heb voor in mijn Pokédex. En ik ben ervan overtuigd dat ik dus na het Halloween event, dus over een week. Dat ik van mijn Pokédex alles kan aanvullen op de Snorlax na. Want die kan ik niet evolven, die moet ik of vangen of uit een ei krijgen. Dus uh, ik vind het wel leuk en spannend. Oeh, een Gengar, die wil ik hebben. Daar gaan we naar op zoek. Even een Magikarp tussendoor, want uh, ja, als ik deze dus heel veel vang nu tijdens het Halloween evenement, krijg ik dubbele aantal candies en heb ik straks weer 1, 2, misschien wel 3 keer een Gyarados voor in mijn leger. Kijk maar, 6 candies om te vangen alleen al en 2 nu om het te transferen. Yes, daar is die. Nou, gauw vangen, hoe hoog ben jij, Gengar? 144. Nou ja, qua CP stelt hij niks voor, maar candy is candy en dan evolveer ik hem wel vanuit de goede Gasly. Of Gasly. Gotje, gotcha. yes, weer acht candies erbij. Kijk, en laat ik nou net zo gelukkig zijn dat wij een bulbazor spot bij ons in de buurt hebben. Gewoon tegenover mijn huis een stukje weg oversteken en hebben Heel fijn, want ik krijg dus het dubbele aantal candy. Hè? Zes voor het vangen, twee voor een transfer. Dus voor je het weet, in deze week heb ik genoeg candy om een Venusaur te maken. En gek genoeg is er iets mis met Weedles, want ik schijn ze maar niet te kunnen vangen. Ze zijn echt, ja, buggy. Op het moment dat ik probeer er eentje te vangen, dan verdwijnt ineens mijn bal. Alles verdwijnt, ik kan niks meer, ik vang ze niet. Heel jammer, want ik hoopte ze dus echt veel van te kunnen vangen. Extra veel candy voor mijn Evolve session met mijn Lucky Egg. Jammer, jammer, jammer. Ik vang ze niet. En weer een zoveelste hunter. Kom maar in mijn balletje. Hebben ze, hebben ze, hebben ze. Nou, ik vind het Halloween event echt heel, heel, heel erg leuk. Lekker veel Pokémons die je kan vangen, waar je normaal toch wel meer moeite voor moet doen. Het lijkt wel kijkduin in mijn wijk. Gek genoeg zijn er ook heel veel miauws. Die schijnen ook onderdeel te maken van het uh, Halloween evenement. Ik snapte er niks van. Wat heeft een kat er nou mee te maken? Totdat mijn zoontje tegen me zei: Mama, een zwarte kat hoort nou eenmaal bij Halloween. Tja, hij zal wel gelijk hebben. En dit moment doet nog steeds pijn als je een Gengar voor je neus krijgt. Met CP 1519. En die wil je gewoon graag hebben. Lekker hoog, super geweldig, wie weet is die zelfs nog een wonder Pokémon. En dan mijn Raspberry gebruikt, mijn Ultrabal gebruikt. En dan, en dan, en dan. Ja, dat dus. Ouch, volgende keer beter. En dit moment ook, hè, als je een Meruwak voor je neus krijgt. Sommigen van jullie die mij al heel lang volgen weten dat ik al heel veel, of eigenlijk al heel lang genoeg Cubone candy heb gespaard voor een Merrowback. Maar jullie weten ook dat ik hem niet heb geëvolved, omdat ik alleen maar slechte, ja, tenminste not likely Cubones had. En dat vond ik zonde. Dus ik bleef maar wachten tot ik een goede had. Vandaag had ik een goede, echt een hele goede Cubone. En ik denk, ik ga me evolven in mijn Evolve Session. En toen ving ik deze Marowak. Ik laag niet. Ik ben super blij met de Marowak. Alleen wel jammer, ik had hem graag willen evolven. Tja, hoort er ook bij. Oké, okay, dat was het dan weer voor vandaag. Ik ga dus morgen weer flink veel spelen en opnemen. En dan aan jullie laten zien wat er nog meer te beleven valt met het Halloween-event. Hoe het met mij gaat en mijn ja, werk naar het volkrijgen van mijn Pokédex. En. Wil je dat zien? Vergeet niet mijn kanaal te abonneren. Abonneren is gratis. Geef het filmpje een like als je het leuk vindt. Bedankt voor het kijken. En tot morgen!